Dit mahoniehouten wagentje uit het begin van de 18e eeuw diende om het principe van de voorwaartse beweging te demonstreren. De veer onder op het wagentje werd opgewonden, waardoor het karretje met een vaste snelheid ging rijden. Onderweg zorgde het mechaniekje ervoor dat een ivoren balletje recht omhoog werd geschoten. Omdat het balletje de voorwaartse beweging van het wagentje behoudt, maakt het twee bewegingen tegelijk. Recht omhoog en voorwaarts. Als alles goed ging, landde het balletje, na voor het oog een fraaie parabool te hebben beschreven, weer precies in het kommetje van het voortrijdende wagentje.